Maar manier van leven daar, dus was het in India was het ook gewoon wakker worden, les volgen, naar huis? Nee, India is harder. Harder, oké. Waarom is armoede daar? Is veel groter. Oké. Ik heb daar letterlijk, en ik zal het zeggen, we hebben gewoon op een betonnen vloer moeten zitten. Ai. Met één gloeilamp, geen computer in het gebouw, hè? We zitten gewoon met boeken zo. Gewoon zo, en de sheikh zit daar dan op een tafel. Maar het doel was voor jou belangrijker. Kijk, wij komen voor kennis daar. Wij komen niet voor luxe. We hebben heel veel dingen moeten inleveren om kennis op te doen. Dus wij hebben gewoon op een betonnen vloer moeten zitten. Een harde vloer, hè. Met één gloeilamp in de gewoon in de kou. En heel vaak. In de kou? Oké. Ja, dus we hebben wel dan natuurlijk onze vesten, et cetera. Dat soort dingen. En dingen om op de grond te zetten die we zelf moeten meenemen. Maar zo hebben wij kennis moeten opdoen. Dan is dit hier hemels eigenlijk. Dus als je terugkomt naar Nederland, dan waardeer je de faciliteiten hier in Nederland. Allahu Akbar. Oké, en in Egypte is het wat... In Egypte is het beter gesteld, wat betreft voorzieningen. Kijk, in India, ik ben hier opgegroeid, dus ik ben niet gewend... Mijn digestion, hoe noem je dat? Nee, vertering. Vertering is op basis van hier. Hè. Ja. In India werd ik om de 3 dagen ziek. Ja. Vanwege het eten. Ja, dus ik had echt een probleem daar. Hygiëne ook. Hygiëne, alles. Dus toen ik ook terugkwam, blijkbaar had ik opeens galstenen, dit en dat. Oeh. De dag dat ik moest vertrekken naar Egypte, ben ik geopereerd. Dus de dag dat ik zou vertrekken naar Egypte... Ben jij geopereerd? Ja. Had ik in één keer hier een enorme pijn, ben ik geopereerd. Moest ik het 6 weken uitstellen. En de dag dat de dokter zei, nu mag jij gaan, heb ik direct mijn ticket geboekt naar Al-Azhar. Okay. En ik ben daar toen aangekomen. Ik heb daar toen mijn studie gedaan. Hoe lang bleef je in Al-Azhar? Dus ik ben daar nog steeds gaande. Nog steeds gaande, oké. Okay. Dus, nu doe ik mijn ifta daar, alhamdulillah. Ik ben geaccepteerd. Dat is dan meer breder. Dus je krijgt dan vanuit meerdere mazahib en dan krijg je opdrachten. En dan moet je dat als het ware fatwa geven. Dan word je daarin getraind. Oké, mashallah. Maar goed, dus in Egypte kom je met een hele andere... Je schrikt gewoon... Dat wat je daar als in India als een schriftgeleerde afstudeert, dat daar eigenlijk, subhanallah, je schrikt gewoon van die niveau daar. Je denkt van, wij dachten dat wij grote, nou althans, hè, wij zijn hè, laat ik het zitten. Wij hebben nu kennis gezien, dat dachten wij, okay. Althans. Ik ben niet de enige. Er is een hele groep geleerden van India die afstuderen en direct naar Al-Azhar gaan, omdat ze hiervan op de hoogte zijn. Dus zij studeren daar in India af als een mufti. En zij gaan direct naar Al-Azhar en dan beginnen zij weer met hun master of PhD. En allen unaniem, allen beamen dit. Het niveau van Al-Azhar, wat betreft diepgang en kennis, hè, een brede kennis, alles is daar te vinden. En de specialisten. En je moet begrijpen, ik zal het even vanuit mijzelf. Dus als wij denken aan Al-Azhar, dan denken wij misschien aan de TU Delft. Kijk, ik weet niet of je daar hebt gestudeerd. Nee. Je hebt een campus met een aantal gebouwen. Ik heb het wel gezien. Ja? Dus je hebt een campus met een aantal gebouwen. Ja. En dan denk je, Al-Azhar is ook, zal wel zoiets zijn. Ja. Dus in India had je ook, je had één main building met een aantal bijgebouwen. En een aantal hostels, weet je, waarin kinderen verblijven. En dat is een universiteit. Als je naar Al-Azhar gaat, je schrikt gewoon hoe groot dat is. Dat wat een campus van TU Delft is, hè, is dat is alleen de hostel van waar kinderen, waar geleerden verblijven. Oké, dus het is dan echt gigantisch groot. Het is enorm groot. Over heel Cairo is die verspreid. Je hebt een gebied, Medinatul Nasr heb je daar, is zo groot als een vliegveld als het ware. Oké. En er zitten allemaal universiteitsgebouwen. Waar in elk gebouw een aparte departement is. Hier voor mahandessen. Dus handessen, dus ingenieur. Ja. Voor tip. Voor geneeskunde. Dit en dat, et cetera, et cetera. Al-Azhar is enorm groot. Dus een van die dingen is wat dus mij echt deed verbazen, was hoe groot het was. Al-Azhar, en dan moet je nagaan. Hoe groter een instelling is, des te meer geleerden zijn. Je schrikt van hoeveel geleerden daar wel niet rondlopen. Elk jaar hoeveel... Ik zal zeker zeggen duizenden studenten die daar afstuderen. PhD's die daar worden gedaan. En elke PhD schrijft een boek. Een doctora, weet je? Voor je doctor. En dat zijn eigenlijk de boeken die verschijnen op de markt. Okay. Zeg maar, in tafsir en dit en dat. En dat moet je nagaan wat een bijdrage Al-Azhar heeft op het gebied van intellectueel materiaal. Hè? Dus op literatuurgebied. Je hebt daar gewoon rijen aan schriftgeleerden die elk jaar afstuderen en elk jaar een bijdrage doen op literair gebied.
een nieuwe tahkik en nieuwe, nieuwe boeken op dat gebied. Op dat nieuwe realiteiten die altijd zich afspelen. En dat is ook de reden, wat heel uniek is, van, althans ik vind dat heel mooi van Al-Azhar. Zij werken niet met oude boeken. Of met, dit is het boek wat 20 jaar in was, of 30 jaar, of 40 of 50 jaar. En dit, ze veranderen continu. Ze gaan continu met nieuw materiaal. Ja. Ze updaten continu. Zijn er wel politieke invloeden? Kijk, ik ga daar niet te veel overheen. Je moet zo zien, Al-Azhar, er is een gedeelte van Al-Azhar, die gaat alleen maar over in onderwijs. En dat is gewoon traditioneel. Okay. Dat heeft niks met politiek te maken. Daar krijg je gewoon een onderwijs, zoals dat van de islam is. Hè? Je krijgt gewoon de boeken van Torah, krijg je op het eind krijg je allemaal mee. Wat betreft, is een ander gedeelte gaat over fatwa. He, en dan heb je andere gedeelte van ulama die zich meer bezighouden op het gebied van televisie, he, omgang met regeringen, et cetera. We hebben daar niets mee te maken in principe. Weet je, kijk, ik kan niet te veel daarover nee. Want het is politiek. Want ik lees heel veel ook en ik zie ook over Sisi en dergelijke. Kijk, vandaar. Je moet begrijpen, ik zelf, toen ik daar aankwam, toen waren er nog, dus op de faculteit van Al-Azhar, waren er gewoon gepantserde voertuigen. Het was net een Thaura geweest, weet je, een opstand. Ja. Dus ja, het was nog heel gevoelig. Heel gevoelig nog daar. Met allemaal, nu nog steeds is dus het leger daar. Puur voor de amn, voor de veiligheid. Veiligheid. Dat is de reden dat wij daar nog konden studeren. Het was een tijdje was het dicht. Vanwege de onveiligheid. Maar goed, dat is een politieke kwestie waar ik liever niet over wil spreken. Ja. De werkelijkheid is dat ik de details niet weet. Nee, helder. Weet je? En ik wil niet iemand onrecht aandoen. Wat ik wel weet is, kijk, dat is een heel groot gebied ook eigenlijk. Al-Azhar is gigagroot. Cairo is enorm groot. Ja. En Al-Azhar is over de hele stad verspreid. En voor ons was het belangrijk dat wij veilig naar de universiteit konden gaan. Okay. Weet je? Dat was voor ons. We hebben ons kennis opgedaan. Dus daar is ook, daar had je tenminste een matras. Maar ook meer eetgelegenheden. Klopt. Ook wat meer. Dus, ik heb ontdekt dat mijn voedsel in Egypte conform mijn digestion was. Ik heb nooit daar problemen gehad, nooit ziek geweest. Alhamdulillah. En ik kon daar gewoon in mijn, het was een tijdje dat ik nog Indiaanse kleding aandroeg. Okay, en toen? Had ik gewoon, weet je wat een lungi is? Ja. Een lungi. In de avonduren dan kon ik gewoon in mijn kurta, kloppie en een lungi kon ik gewoon buiten gaan. En niemand keek me raar op, want ze wisten dit is hij komt uit India vaak. Hij komt van India en ze respecteren Indiërs heel enorm. Okay. En ze respecteren Indiërs enorm. Okay. En ze kennen allemaal Amitabh Bachchan en wie kent hem niet? En voor degene die niet weten hoe een lungi eruit ziet, google het maar even. Ja, google. Dus de Indonesiërs noemen dat sarung. Ja. Sarung volgens mij. Ja. En daar heb je heel veel, dus in dat gebied waar ik verbleef, waren ook heel veel Indonesiërs. En zij liepen ook met een lungi. Okay. En ook met hun traditionele. En wij konden daar gewoon als moslim zijn, konden daar gewoon door de straat lopen en niemand keek je raar aan. Dat was echt, subhanallah, dat was een hele mooie ervaring. Ja. Om gewoon in de avonduren gewoon naar de moskee te gaan met je eigen kleding. En niemand keek je raar aan. Maar goed, dat was in mijn oude tijd. Toen heb ik al mijn Indiaanse kleding weggedaan. Dan ben ik overgestapt naar zeg maar, meer de Arabische cultuur. Uh-huh.